maken wij havermout wafeltjes. Delphine, wat hebben wij nodig voor het alternatief op onze gekende wafeltjes? Wat hebben wij daarvoor nodig? Wat havermout, een zakje bakpoeder, eieren, honing en wat melk. We beginnen met de havermout te mixen. En dat doen we samen met het zakje bakpoeder. We nemen hier nu een thermomix, dat kan perfect thuis in de keuken rond. Maar dat zou perfect kunnen met een staafmixer. Je krijgt dat ook mooi perfect glad. Dus we zetten hier mooi op. Komt het geluidje nu intussen deed? Vanille geven. Vanille, dit zou kunnen. Maar wat vanille extract in gewoon de fles. We nemen hier wat schraapsel uit een vanille stokje. Eigenlijk kan je dat ook perfect zelf maken als je eigenlijk een vanille stokje, dat heb je niet gebruikt. Om brûlée of iets dergelijke te maken, dan krijgen we dat er eigenlijk uit. En dan doen we dat erin. Als je dit in suiker legt, dan krijgen we eigenlijk ook gewoon vanillesuiker. En als je een zakje vanillesuiker, zou je dat ook doen. En we willen een heel klein beetje zoetigheid, niet veel. Maar we willen toch min of meer een gezond alternatief nog bieden voor de suiker. Is dit wat honing? Eigenlijk opteer je altijd best voor honing die uit je eigen buurt komt. De buinen zijn beter voor je immuniteit. Dat je wat honing neemt uit je eigen streek. Dat erbij. En dan mixen we dat eigenlijk een mooi glad geheel. Terug opnieuw het zelf mixen. Neem je staafmixer, neem je keukenrommel, neem je blender. We willen eigenlijk gewoon één mooi homogeen geheel hebben. Zoals voor een barbecue. En met zo'n vleesvork kun je mooi prikken zonder dat je één
er eigenlijk pijn doet, om het zo te zeggen. Hè. Dat we krasjes maken of dergelijke, dat is al een beetje het probleem. Dat mag wel, kijk. Dan kun je mooi, er mooi tussen en dan grijpen ze eigenlijk mooi ertussen. Dan kun je er mooi zien. Je pakt ze eigenlijk op en we draaien ze ertussen. Als we nog één spotje wat bijgeven, dan gaan we dat mooi dresseren. Zie zo. We kunnen opteren om dit inderdaad als één wafeltje te geven. We kunnen het geven als wat sharing voor de kinderen, om het wat als we het brengen. We gaan shared zijn, wat doen. Zie zo. Zie zo. Ja, dat perfect. Dan ga ik het. Je zou zelfs kunnen de vakjes wat opvullen. Wat was slagroom? Hoe dat je het wilt, wat gezonde slagroom. Dat we ertussen hebben. Dat we willen. Je kan daar wat aardbeien. Wat verse chocoladepasta zou zelfs kunnen. Wat confituur. Wat bloemsuiker. Eigenlijk is dit een speelse creatie van onze wafel. Ons dessertje, ons namiddagsnakje. Een alternatief voor de wafel, een havermoutwafeltje. Hier wat perzik, wat druiventjes erbij, wat munt. Mooi alternatief, een leuke bezigheid voor samen met de kinderen. Eet smakelijk! Volgende.